dank. Ja. Wij zijn voornemens om 70 kilometer druppelslang in de grond te leggen. Jullie kennen misschien overal wel die drupleidingen, wat ze gewoon bovengronds neerleggen. Die zwarte slangen waar ietsjes water uit komt. Je ziet ze veel in Spanje in die kanten. Maar die willen wij dus in de grond leggen. Dus dit project is wel heel duur. Maar wij willen toch proberen om te kijken of het wil. En als de resultaten goed zijn, dan is de bedoeling dat we daar ook elders in Nederland kunnen uitleggen. Want wij zijn met een klein druppeltje op een groeipraat. Maar misschien kan dit een oplossing zijn. Als de boer zegt van oké, ik doe meer. 25% moet ik iets meer inrichten voor de weidevogels. En van de andere 75% kan ik gegarandeerd, ook al is het een hittejaar, toch weer mijn opbrengst afhalen. Ja, het is mooier als jullie dichter bij elkaar zijn.